hele school bouwt die zo ophangen, zodat we altijd weten dat je mag zijn wie je bent. De schooldag op OBS De Lindenakkers in Valthe begon deze vrijdagochtend iets anders dan anders. Het stond namelijk volledig in het teken van het begin van de regenboogweek, met als thema, je mag zijn wie je bent. De leerlingen weten precies wat dat betekent. Dat is dat je jezelf mag zijn. Dus als je pannenkoeken mayo eet, dan is dat goed. Dan ben je jezelf en dan hoef je niet per se andere kinderen na te doen. Speciaal voor de regenboogweek hadden de leerlingen ook een regenbooglied ingestudeerd. Zijn wie je bent, net als ieder mens, hier op deze aarde. Zijn wie je bent, net als ieder mens, ik laat je in je waarde. Terwijl ze in Valthe druk waren met het zingen van het lied, werd een paar kilometer verderop in Exlo ook de regenboogvlag gehezen, onder begeleiding van de schaapskudde. Wethouder Bernard Jansen hoopt dat iedereen in zijn gemeente kan zijn wie hij of zij wil zijn. Ik hoop het wel. Maar ik kan niet uitsluiten dat er mensen zijn die toch enige schroom ervaren. En toch een klein beetje denken van ja, even wachten. Zich onvoldoende veilig voelen. Zich onvoldoende gezien voelen. Dat kan ik niet uitsluiten. Wat zou je tegen hen willen zeggen? Zoek iemand in je nabijheid. Praat erover met iemand. Maak het ietsjes groter. Hou het niet bij jezelf. En kijk of er dan toch oplossingen zijn waardoor je dus toch iets meer in beweging kunt komen richting die samenleving. Want je moet je laten zien.